Mijn naam is Young Wellens en welkom bij het Jupiler League weekoverzicht. Afgelopen vrijdag speelden ze tegen NAC en ja, het werd 1-1. Dus de champagne moet nog even koud blijven voor de Spartanen. Sjoerd As schoot NAC in eerste instantie op voorsprong, maar het was Sanusi van Sparta die zorgde voor een puntendeling. Na 5 wedstrijden op rij gewonnen te hebben, wist Almere City afgelopen vrijdag niet opnieuw te winnen. Thuis werd met 3-4 verloren van Go Ahead Eagles. Sterspeler Ricardo Kip scoorde nog wel 2 voor Almere City, maar het was niet genoeg. Go Ahead lijkt het weer helemaal op de rit te hebben na de aanstelling van Hans de Koning als trainer. Volendam verloor afgelopen vrijdag met 1-0 van FC Emmen. Ja, de palingboeren dachten nog wel op 1-0 voorsprong te komen. Maar ja, een bizar incident. Elson Hooy schoot richting de goal van FC Emmen. En Kevin van Kippersluis lag de bal nog in te kunnen trappen. Ja, hij bevond zich in buitenspelpositie en daardoor werd de goal afgekeurd. Het deed mij een beetje denken aan het incident met Ronaldo en Nani een paar jaar geleden tegen Spanje. Aan het einde van het seizoen gaan we afscheid nemen van een icoon in het Nederlandse voetbal. Aanvaller van Den Bosch, Anthony Lul... Lulring, kut. Lulring, Anthony Lul... Shit, die naam is moeilijk, wacht even. Anthony Lul... Godverdomme. Anthony... Fuck, dat gaat echt niet goed, wacht even. Anthony Lulring. Okay. Aanvaller van Den Bosch, good old Anthony Lulring, gaat afscheid nemen van het profvoetbal. Hij kan het niet meer opbrengen en fysiek heeft hij steeds meer te kampen met blessures. Daardoor heeft hij besloten aan het eind van het seizoen zijn kiksen aan de wilgen te hangen. Lurling was onder andere voetballer van NAC, Feyenoord en Heerenveen en FC Köln. Zijn bijnamen waren vrij uiteenlopend. Zo werd hij de naaimachine genoemd, maar ook de Messi van Breda. 2 geleden voorspelde ik dat NAC met 3-1 zou winnen van Sparta. Maar helaas, zoals gezegd, werd het 1-1. Als Sjoerd As gewoon die penalty had binnengeschoten, was het gewoon 3-1 geworden en had ik gewoon weer gelijk gehad. Maar helaas, pindakaas. Aankomende week speelt FC Eindhoven tegen Go Ahead Eagles. 2 ploegen, ja, in vorm. Ik denk dat het 2-1 wordt voor FC Eindhoven. Ik zou graag weer een keer een voorspelling goed willen hebben. Dus Jinti, stel me niet teleur. Dit was het Jupiler League weekoverzicht. Tot volgende week.